Dames en heren, jongens en meisjes, welkom terug bij deze nieuwe video van F1 22 My Team Career Mode in het jaar 2023. Het is vandaag dus 1 januari, dus een fijn nieuw jaar. Heb je die vorige video gemist? Zal ik die eerst even terugkijken voordat je deze dus gaat zien? Dan kan rechtsboven het i'tje. Klik erop en zet die video in schijnen. Maar het allerbelangrijkste is gewoon, ben je nog niet geabonneerd op mijn gamekanaal? Gewoon even doen. Abonneer vooral voor meer wekelijkse F1 22 My Team Career Mode content. Ook in 2023 gaan wij gewoon door met uploaden. Dat had u echt niet verwacht. Ja, er komen helaas niet zoveel updates aan. Die resourcepunten zijn helaas op. Dus die moeten wij tijdens vrije trainingen weer opnieuw gaan behalen. En ja, ben je nog niet geabonneerd op mijn gamekanaal? Gewoon even doen. Abonneer vooral voor meer wekelijkse F1 22 My Team Career Mode content. Hopelijk dat het Michael Schumacher weer zijn sterke kant laat zien. In de vorige wedstrijd werd hij vijfde. Wij wonnen dus de grote prijs. En gaan weer richting, ja, wat is het? De top 9 van de Research and Development programma. Er komen heel veel updates aan. Dus we moeten langzaam maar zeker beter worden. Even een aantal dingen die we moeten gaan doen. Onder andere de, ja, hoe heet dat onderdeel? Betrouwbaarheid. Dankjewel. De betrouwbaarheid moesten we even een dilemma gaan voltooien. Dat is dus gelukt. En er komt ook een update binnen. Jazeker. En zo wordt de auto alleen maar beter en beter. De vorige wedstrijd hadden we helaas weer een ervaring met George Russell. De tweede achtergrond de volgende keer dat dat is gebeurd. Hopelijk hebben wij daar vandaag geen last van. Hebben weer genoeg inkomen en punten voor onderdelen. Wat is het? Hoe noem je het? Ik ben de naam kwijt. Boeien. Maar goed, we gaan dus wel de power unit vervangen. Ik zit er even aan te denken om dat nu te doen of na de kwalificatie. We gaan nog eerst even kijken of die de kwalificatie mee kan. En zo ja, dan gaan we er even kijken of het misschien de moeite waard is om hem te laten vervangen. Goed verhaal. Maar eerst nu de kwalificatie voor aflevering nummer 54 van F1 22 My Team Career Mode. Daar gaan we dan. Dan zijn we aanbeland bij Q1. En heb ik toch die onderdelen laten vervangen. Maar nog voor de pak van mijn regel. Dus we krijgen geen gridstraf. Interessant. Interessant. Zijn we aanbeland bij het einde van Q1. En ik ben er nu pas naar buiten gegaan om een ronde te gaan laten noteren. Omdat ik wel verwacht dat wij door kunnen komen naar het tweede kwalificatiedeel. Begint niet zo mooi. Raakte daar met de rechte voorband een stukje gras. Daardoor schoten wij wat door en misten wij de apex. Maar dat moet gewoon geen probleem zijn. Ik kom aan bij het einde van mijn run in Q1. De vlag moet over een aantal seconden uit. Pakken daar helaas een track limits waarschuwing. En dat is de snelste tijd met een 1:10:03. Goed gedaan. En dan zijn we aanbeland bij Q2 en weer hetzelfde verhaal. Pas heel laat naar buiten gegaan. En dan is het kijken of wij ook door kunnen komen naar het derde kwalificatiedeel. Ik verwacht gewoon van wel. Dat moet gewoon goed gaan komen. Dit keer ook weer iets te ver. Iets te veel snelheid meegenomen in die bocht. Apex weer een beetje gemist. Maar goed, dat is allemaal geen probleem. Want dan zijn we weer aanbeland bij het rechte stuk. DRS geopend. En dat is alweer de snelste tijd met het 1:09:06. Duiken nu onder de 1:10. En dan zijn we aanbeland bij het laatste kwalificatiedeel. Weer hetzelfde verhaal. Pas heel laat naar buiten gegaan. En ja, dan is het gewoon kijken wanneer wij op pole kunnen gaan starten. Klein beetje onderstuur bij het uitkomen van de bocht. Dat moet de exit snelheid wat hebben beperkt. De eerste bocht nemen wij tenminste wel heel erg mooi, jazeker. Apex mooi te grazen genomen. Goede exit hebben, geen wielspin. En dan komen we aan bij het einde van mijn eerste en laatste run. Want over
15 seconden hangt de vlag eruit. En dat is gewoon denk ik weer de pole position, de eerste tijd met een 1.98. Goed gedaan. Voorlopig pole en ik denk ook dat het pole gaat blijven. Jazeker. Leclerc komt 3/10 tekort. Verstappen komt 4/10 tekort. Sainz komt een halve seconde tekort. Wij staan dus op pole position voor de grote prijs van Canada. Is het op naar aflevering nummer 54. Daar gaan we dan. Hello and welcome to the Île Notre Dame once again for what promises to be another incredible Canadian Grand Prix at a fiercely competitive circuit where pole position can often be decided by less than a tenth of a second. If you want flat out racing, you've come to the right place this weekend as it's full throttle for 59% of this 2.7 mile circuit, peaking at around 210 miles per hour going into the final chicane. But that speed requires discipline, and there are more than a few close walls here just waiting to punish drivers with a heavy right foot. It's time to see how our drivers are stacking up after yesterday's exciting qualifying session. The Professor lines up on pole position, Charles Leclerc alongside. Considering the rest of the grid we have, Verstappen, Sainz, Sergio Perez, and Norris, Gasly, Russell, Fernando Alonso, and Guan Yu Zhou, Ocon, Magnussen, Mick Schumacher, and Michael Schumacher, Tictum, Albon, Oscar Piastri, and Teo Pourchaire, Latifi, Schwartzman, Stroll, and Yuki Tsunoda. Now, it's almost time for lights out, so let's go down to the track. After the points finished last race, let's aim to keep that momentum going. Het momentum moeten wij dus meenemen in deze grote prijs. Kijken of wij ook naar de overwinning kunnen gaan. We trekken dus vanaf pole position. Geen regen verwacht in de grote prijs. Wel wat bewolking. Hopelijk trekt die zo snel mogelijk weg. En de strategie is gewoon medium hard. Ik denk dat heel veel mensen op medium band gaan beginnen. Dus hier kan een undercut of een overcut fataal zijn, cruciaal zijn, belangrijk zijn. Noem het maar op. Ik noem het cruciaal. Medium hard, jazeker. 1 stopper, neem extra brandstof mee. Geen regen verwacht, zie ik. Dus dat is goed om te zien. En wordt het gewoon tijd voor de formatieronde. Banden mooi opwarmen. Nou, heel veel informatie van de engineer wat we eigenlijk al lang weten. En dan gaan we zometeen gewoon beginnen voor aflevering nummer 54 alweer. In het nieuwe jaar 2023. Kijken of wij het nieuwe jaar met een knal kunnen gaan beginnen. De overwinning pakken in Canada en de leiding verder uitstippelen voor ons. En dan is het wachten totdat de laatste auto in de gridslot staat en dan gaan de lampen aan voor de grote prijs van Canada voor aflevering nummer 54 van F1 22 My Team Career Mode. We zitten op pole position, staan ook een beetje naar rechts toe om Charles Leclerc zometeen af te knijpen. Maar eerst de start. En we zijn los hier in Canada en we komen goed weg. Jazeker, we komen heel goed weg. En Charles Leclerc al gelijk onder druk van Max Verstappen. Die is naar P2, Sainz naar P4, Gasly 5. Leclerc een plekje verloren aan Verstappen en wij behouden de leiding. Perez dus naar P5 pakt Pierre Gasly. En een goede start voor ons. Jazeker, en dit is precies wat we nodig hebben. Dat Verstappen Leclerc ophoudt. Zitten we einde ronde nummer 1. Als we daar Verstappen hebben aan de binnenkant. We schieten een klein beetje door. En Max valt daaraan. Bij de Wall of Champions lukt niet. En daardoor heeft Charles Leclerc die tweede plek weer terug veroverd van de Nederlander. Wij pakken de snelste race ronde met een 1.20.6. Sainz naar P3. Je knokt samen met Leclerc om P2 bij de Ferraris. Knokken hier samen om een podiumplek. Geen flauw idee wat de engineer zei, maar zo pakken wij wel grotere
afstanden naar de Ferrari-coureurs. Alhoewel, in ronde nummer 6 en we schieten hier wat door. En daar helaas op het gas de auto moeten redden daar. De exit helemaal verpest en Charles Leclerc is ernaast en is er voorbij. Maar we vallen hem daar terug aan de binnenkant daar zeker en duwen hem daar wijd. Daardoor moet Leclerc liften en dat gat is nu 1,2 seconden ongeveer. In ronde nummer 6. We zitten nog niet op de helft. De wedstrijd duurt gewoon heel lang. 35 rondes zijn er te racen. En er komt hier meestal altijd een safety car. In ronde nummer 8 zitten wij. Als daar Charles Leclerc aan van nummer 2 naar de binnenkant is er voorbij. Maar wij houden de buitenste lijn. En dat is nog steeds P1. Sainz op P3 met de snelste race ronde. En we zitten in ronde nummer 9 van de race. Gaan hier verdedigen van Charles Leclerc. Verstappen is ook naar hem toegereden. Perez op 1,6 seconden. Dus dat duurt nog wel eventjes. In ronde nummer 17 duik ik naar binnen voor een overcut. Want Verstappen, Leclerc en Sainz zijn allemaal al naar binnen gedoken. Schumacher rijdt op P3, maar komt ook naar binnen voor zijn laatste pitstop van de dag. Perez komt volgens mij ook naar binnen. Jazeker, en wij gaan voor een overcut op de jongens achter mij. De naam heb ik net even opgenoemd. Goeie pitstop, 2,4 seconden. Goed gedaan. Schumacher naar binnen gedoken. En wij komen mooi voor Verstappen. Sainz en Leclerc weer de baan op. Tikte moet nog naar binnen. Dus die gaat iedereen daar achter zich ophouden. En wij van de leiding naar de leiding tijdens de pitstops. Goed gedaan en zitten op de helft van de grote prijs. Dan zitten in ronde nummer 26. Als daar iets gebeurt. Gele vlag wordt gezwaaid in sector 1. Dat is volgens mij Michael Schumacher die uit gaat vallen. Jammer, want hij reed in de punten. Ontzettend jammer. Het is Schumacher die uitvalt. Zonde, zonde, zonde. Wij moeten de concentratie eventjes recht zien te houden. En hier dus een herhaling. Wat er is gebeurd met Schumacher die voor Schumacher rijdt. Vader en zoon. En het is een motorisch probleem. Weet ik niet zeker. Mist daar maar net Lando Norris. Ik denk een versnellingsbak. Want ik zie geen rook bij de auto. 0 punten voor Michael Schumacher. En 0 punten ook voor ons. Alhoewel wij rijden eraan de leiding. Maar het hadden er meer kunnen zijn. En dan zitten we alweer in de laatste ronde. En gaan we hier gewoon weer winnen in My Team Career Mode. Pakken onze vierde achtereenvolgende overwinning. Als ik dat goed zeg. En pakken ook de snelste race ronde. Goed gedaan. En is het op naar de volgende wedstrijd. Awesome. Just amazing, mate. Well done. Fault the performance on track today, a well-deserved victory. So, Natalie, what do you think helped them deliver this result? Well, I honestly feel it was down to the driver and car today. I mean, we could talk driver skill all day, but if you don't have a solid team to back that, you're never going to get anywhere. When you hit that sweet spot of having both an excellent driver and an incredible car, that's when you see results like those that we've witnessed today. Here comes your top three, making their way down to the podium for what can only be described as a fantastic day for Formula One. Maar goed, hier ben ik dus de uitslag van de wedstrijd. Wij winnen dus de grote prijs van Canada. Pakken ook de snelste race van het punt. Goed gedaan voor Verstappen naar P2. Perez 3, Sainz 4, Gasly 5. En Red Bull verder met de constructeurs. Voorsprong
Michael Schumacher helaas uitgevallen. En wij twee waarschuwen weer track limits en een bochtafsnijding. Maar goed, dat is het dan. Dus morgen in onze handen knijpen dat we niet zijn gestraft. Dan het klassement. 47 punten voorsprong op Verstappen. Goed gedaan. En Verstappen naar P2 pakt Perez. Verschil daardoor is een punt tussen die twee. Michael Schumacher gezakt tot P14. En 20 punten verschil tussen ons en Red Bull. Dus ja, de constructeurstitel kan ook nog voor ons worden. Maar ga er maar vanuit dat wij dit seizoen gewoon met de wereldtitel er vandoor gaan als het zo doorgaat. Mijn eerste rivaliteit breakdown, plus 6 voor mij, plus 3 voor Perez. Dat betekent wij hebben die rivaliteit gewonnen. Goed gedaan, 30 tegenover 23. Het team McLean is level 25, Schumacher is level 18, wij zijn level 19. Dat doen we goed. Van alle sponsoren inkomsten gepakt, jazeker. $1,17 miljoen erbij. Helaas hebben Michael en ik schade gereden, 30.000 misgelopen en in totaal op de bank $25,79 miljoen. Dus dat kunnen we gaan spenderen aan faciliteiten of misschien wel het contract met Michael Schumacher. Maar goed, ik ga deze video afronden mensen. Ik hoop dat je genoten van deze grote prijs. Heb je genoten, bloot dan zeker met een like. Heb je niet genoten, dislike de video dan en vertel me of je het niet leuk vond. Ben je trouwens nu op mijn game kanaal. Abonneer dan voor meer wekelijkse F122 My Team Kermit content. Elke zaterdag en zondag om 1 uur een video. Dus schakel ook gelijk dat belletje aan. Zodat jij altijd op de hoogte bent wanneer ik een nieuwe video upload. Volg me even op de sociale media. Mijn gebruikers staan in de beschrijving. Dit was Jenan mensen. Tot de volgende keer bij een nieuwe video op mijn kanaal. Gaan we verder met meer Formule 1 content. Tot de volgende.